Aan het begin hadden we ja, vrij moeilijk omdat de motorfiets van de week helemaal volledig opnieuw opgebouwd is, omdat die in een nieuwe kleurstelling staat. Alleen aan het einde ja, best wel positief, het gat is best wel gedicht, en, maar je kunt onder je omstandigheden heel moeilijk zien wat een ander doet. Rijdt er één met een nieuwe setbanden, wat doen wij? En heel veel jongens hebben vorige week op Assen al gereden, en voor ons de eerste dag. En Assen is toch heel anders als welk circuit dan ook. Is het een vader en zoon, de heer op het strijdros voor het seizoen 2016 te onthullen? Dames en heren, de Suzuki GSX 600R. Een vooravond van een nieuw seizoen van motorrace, OMK wegrace en de Supersport 600 klasse. De OMK races, dat zijn de? Het zijn wegracers dus voor motorfietsen en dan Open Nederlands Kampioenschap. Dus dat betekent dat het een internationaal deelnemersveld is, doordat er meerdere nationaliteiten zijn toegestaan. Ja. En dat is natuurlijk niet je eerste seizoen, hè? Hoe is het? Vertel even wat over het vorige seizoen. Het vorige seizoen is helaas niet helemaal verlopen als gewenst. We hadden als doelstelling om in top 3 waarschijnlijk de titel te gaan. Alleen toen ik eenmaal in de derde wedstrijd raakte ik geblesseerd. Ik stond op dat moment in de top 3 van het kampioenschap, dus we waren in het bereik van onze doelstelling. De wedstrijd is mijn schouder uitkomt geraakt door een flinke touché met een andere coureur. En daardoor heb ik een operatie moeten ondergaan vorig jaar. En uiteindelijk is dat allemaal weer goed hersteld. Je hebt hem wel uitgereest, hè? Ik heb de wedstrijd wel uitgereest en ik ben ook nog als derde gefinished. Ja. En ook nog als derde gefinished. Wat is je ambitie voor het nieuwe seizoen? De ambitie is voor dit jaar is om kampioen te worden. Ik heb vorig jaar laten zien dat de snelheid degelijk aanwezig is. Vooral toen ik ook terugkwam van mijn blessure. Dus de doelstelling is duidelijk. Het materiaal is een Suzuki 600, klaargemaakt door onze eigen motorzaak Erichsen Motoren. En het is, materiaal is echt dit jaar op heel hoog niveau. Nou, dat lijkt me toch een kostbare zaak, racen. Ja, racen is absoluut een kostbare zaak. We zijn dus ook blij met elke kleine financiële steun die we kunnen krijgen. Want uiteindelijk is het budget maakt het grootste verschil. Het Open Nederlands Kampioenschap verwacht ik dit jaar heel veel tegenstand van onder andere Koen Meuvels. En dat is een Nederlands talent uit Zwolgen. En een paar andere jongens zoals Frank Brouwer in het verleden, Koen Bouwmeester, Rob Hattog, een neefje van Wil Hattog. Dus volgende week in Croix, Frankrijk. In Croix, Frankrijk. Wat is jouw favoriete circuit? Mijn favoriete circuit is eigenlijk in Spanje, in Barcelona. Maar in Nederland gezien is dat Hengelo Gelderland, onze thuiswedstrijd. En wanneer is die? Die is op 30 april en 1 mei. Leslie, heel veel succes gewenst. Wat zeg je? Toi, toi, toi? Ja, zoiets. Komt goed. Dankjewel. Goed.